Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal en welkom bij mijn Allemaal Draadjes podcast. Het is eventjes geleden dat ik nog een podcast gemaakt heb. Vorige week heb ik natuurlijk de Vragen staat vrij video gedaan, de Q&A questions and answers. Ik vond dat heel leuk om te doen, het waren heel leuke vragen. Het was een hele drukke week op het werk, want ik dacht op woensdag nog, ik ga toch nog een podcast maken om woensdag online te zetten, maar dat is er niet meer van gekomen. Zoals ik al zei, ik had een erg drukke week en dat heeft dan toch wel een beetje zijn weerslag op mijn energieniveau. Jammer genoeg. Ik wou dat ik alles kon, maar dat gaat niet. Vorige keer had ik van alles laten zien. Ik heb er eigenlijk helemaal geen idee niet meer wat ik allemaal heb laten zien. Ik heb niks af. Dat kan ik al zeggen. Allee, het is te zeggen. Nee, ik heb ook iets af? Nee, niet echt eigenlijk. Ik heb eigenlijk niet echt iets af. Ik heb wel druk gehad deze voormiddag. Het is trouwens maandag 3 juni en ik draag een wintertrui. Ja, dus. Het is niet zo heel koud, want ik ben gewoon in mijn trui naar de winkel gegaan op de fiets. Maar zo binnen in huis en als je dan een beetje stil zit, dan doe ik toch graag nog een truitje aan. En dat heb ik gedaan. En deze is gewoon een heel lekkere chill trui. Ik ben even aan het denken wat ik jullie allemaal moet vertellen, maar ik ga toch nog eerst een glaasje water pakken, want ik heb zo een beetje een droge mond. En dat is heel vervelend als je veel moet praten. Zo, dat is beter. Ik heb al wat gedronken nu. Nee, ik heb al een drukke voormiddag gehad. Het is nu bijna 2 uur. Ik had online vergadering met het werk. Was ik eigenlijk stiekem een heel klein beetje vergeten. Maar gelukkig kreeg ik een melding op mijn telefoon. Dacht, oh ja, dat is waar. Dus dan heb ik ramen gewassen. Namelijk mijn voorste raam. Jullie weten dat ze in onze straat, dat ze heel onze straat hebben eraan gelegd. En het is af. Het is af. De straat is af. Het is klaar. Dus terug een hele dag stilte in mijn straat. Ah, heerlijk. Geen kranen, auto's, piepjes, radio's, whatever. Gewoon rust. De vogeltjes. Ik ben daar straks echt in onze voortuin gaan zitten. En ik heb echt genoten van de rust. Wij hebben eigenlijk een straat waar op zich, als je hier niet moet zijn, rij je hier niet door. Met veel groen. Er is nog veel groen bijgekomen. Dus en het is er stil. Dat is fijn. Ik had eigenlijk in al die maanden dat ze aan de straat aan het werken waren, geweigerd om mijn raam beneden en de ramen aan de voorkant te wassen. Omdat met al het stof en toestand dacht ik, ja, dan gaan die toch direct terug vuil worden. En ik had mezelf voorgenomen, als de straat af is, dan ga ik mijn ramen terug wassen. Niet dat ik dat anders zo vaak doe, hè. Jullie weten ondertussen dat ik niet zo huishoudelijk aangelegd ben, denk ik. Nu, ik heb voor de ramen te wassen, heb ik zo'n machientje, zo. Zo. Kei handig. Een van mijn betere aankopen. Ja. Dus je doet zo met je spons, bloepjepjeps, en dan doe je met je machientje, bzzz. En je raam is proper. Kei goed. Maar jullie zijn hier niet om over ramen wassen te luisteren, denk ik. Hè? Ik heb mijn vriendjes er weer bij. En ik heb mijn breiwerkjes erbij. En ja, we zullen eens beginnen. Hè? Ik had vorig filmpje, moest ik heel veel draadjes afwerken.
excuseer, ik heb ook wel wat draadjes afgewerkt, maar nog niet allemaal. En eigenlijk wel jammer, want ik wil eigenlijk mijn geogradient... Ik zit erop. Ups. Ja, zo. Up. Ja, ja. Ik wil eigenlijk mijn geogradient aan hebben. Maar ik moet nog een heel klein beetje doen. Allee, het is te zeggen, in vergelijking met wat het was, is het echt niet meer zoveel. Deze moet ik nog wegwerken. En ik wilde het eigenlijk tegen vandaag klaar hebben, maar het is niet gelukt. Het zijn er nog... Wacht, hè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dus het is niet meer zoveel, hè. Dan zou ik eigenlijk de sjaal nog moeten blokken, want ja, jullie zien ook dat de rand omkrult. Maar met de huidige weertoestand, denk ik dat dat heel lang gaat duren eer dat hij droog is. Dus ik wil eigenlijk dat het een beetje warmer wordt, een beetje zonniger. En dan kan ik hem gewoon een dagje buiten leggen en dan is hem ook... Dan hoop ik dat hem droog is. Dus ik ga hem nog niet wassen als hij klaar is, maar ik ga hem gewoon lekker dragen. Ik zal hem anders nu ook al upsakee, omslaan. Ik vind hem wel mooi geworden. Ik vind eigenlijk deze steek, deze, die golfjes, vind ik eigenlijk het mooiste. Dat vind ik echt... Om te breien was het... Uitdagend? Nee, het was niet moeilijk. Maar ja... Alhoewel, ik vond het eigenlijk meer... Ja, je moet heel veel steken slippen en je moet de juiste steken slippen om dit patroon te krijgen. Maar ik vind het wel heel mooi geworden. De dipstitches vind ik ook wel leuk. Het doet mij zo'n beetje aan een schaakbord of... Nee, aan een... Aan zo'n... een harlekijn doet mij dat denken. Daar doet mij dat aan denken. Dus ik vind die eigenlijk ook wel heel leuk geworden. Ik weet nu alleen niet of dat ik de combi... Ik vind het zo'n beetje druk geworden, als je het zo ziet. Persoonlijk, hè. Maar dat is mijn mening. Maar ik moet nog een beetje op mijn tanden bijten. Dan is dit klaar en dan kan ik hem ook dragen. Dus, kom maar, Joke. Go, go, go. Dan had ik nog een ander project met heel veel draadjes. Daar zijn er ook al wat van afgewerkt, maar zeker... Nog niet allemaal. En dat is mijn babydekentje. Het is al best groot. Ik ga kijken of ik jullie hem helemaal in beeld... Dat gaat nog niet lukken. Maar als hij af is, ga ik zien dat ik misschien toch weer eens een fotootje kan maken. Zo. Ja, we zijn er bijna. Ja. Ja, dat is de laatste. Nee, dat is de laatste rij. En dat is ook effectief de laatste rij. Ik denk dat ik er nog 7 blokjes moet aanmaken. En dan is hij af. En ik ga er eigenlijk wel een beetje blij mee zijn, want... Ik ben hem een beetje... Ja, beu niet, maar ik wil andere dingen doen. En aangezien ik dit als een cadeautje aan het maken ben, wil ik ook effectief dat hij zo snel mogelijk... toch wel afgeraakt. Er zijn nog wel wat draadjes, zoals jullie kunnen zien. Dus ook daar ga ik langzaam mee aan de gang. Ik heb er vandaag trouwens wel al een deel afgewerkt gehad. Zo, ik was eigenlijk aan het vertellen wat ik deze morgen al gedaan had, hè. Dus ik had al vergaderd, ik heb mijn ramen gewassen en dan begint de kat aan de deur te krabben. En ik ben eventjes naar de winkel gegaan. Nu, de winkel zit hier echt op 500 meter van mijn huis. En ik was dus heel snel terug. En de planning is een beetje... Wacht. Zo, nu zijn het geen mannen en kinderen die binnenkomen, maar doet de kat een beetje vervelend. Dan moet ik toch nog op de pauzeknop duwen. Ik had gehoopt vandaag niet op de pauzeknop te moeten duwen. En de planning is nog een beetje om te kijken of ik een helemaal of een deel van ons gras kan afrijden. Want het staat ongeveer kniehoog. En op sommige plekken zelfs staan er
Ja, dat is ook niet alleen gras. Daar staan ook nog wel allemaal kruiden en plantjes en zo tussen. Ja, die staan dus echt wel hoger dan kniehoog. Dus, ja, we zullen zien. Het zal toch moeten gebeuren, ooit een keertje. Maar ik kijk er wel een beetje tegenop. Grasmaaien, goh, ik vind dat op zich niet zo erg, maar het is nu ook niet mijn hobby. Goed, dan heb ik ook nog wat draadjes afgewerkt van mijn babydekentje. En ja, ik heb natuurlijk ook nog middageten gegeten. En ik was op een kussen gaan zitten, maar dat is helemaal platgezakt. Dus ik zal het zo moeten doen. Middageten gegeten en ja, nu zit ik hier. Oké. Warrig verhaal precies weer vandaag, Joke. Just in. Ademen. En rustig vertellen. Anders worden de mensen helemaal gek van jouw chaotische brein. En het is al erg genoeg dat je er zelf gek van wordt. Dus breien. Oké, wat heb ik hier liggen? Ja, ik heb, en daar heb ik eigenlijk best wel wat aan gewerkt de voorbije weken. Ik heb hier mijn ginger sweater toestand. Zo, dat is hem. Mijn sweater. Hij begint al een aardige lengte te krijgen. Hij begint ook al aardig wat te wegen. Ik dacht in het begin, het gaat wel meevallen, maar hij wordt toch best zwaar. Echt, die kat. Eigenlijk is het beste dat ik dat negeer. Maar ik denk dat jullie dit heel hard horen. En ik vind het zelf ook een heel vervelend geluid. Maar ik ga het toch even negeren. Dat is het beste. Ja, hij wordt... In het begin dacht ik, oh, hij gaat lekker licht zijn, maar hij wordt best wel zwaar. En ik heb er wel een heel stuk aan gebreid. En dat is eigenlijk een beetje mijn finished object. Dat was een nieuwe bol van dit groene garen voor mijn sweater. Hij wordt heerlijk warm en met dit weer is het fantastisch als je hem zo op je schoot hebt liggen en eraan zit te breien, want dat voelt echt heerlijk, heerlijk warm. Zo'n heerlijke, fijne warmte. Echt, echt zalig eigenlijk. Is het zacht? Nee, helemaal niet. Is het prikkerig? Vind ik zelf ook niet. Maar het is wel ruwe wol. Dus het wordt wel een ruwe trui, deze trui. Maar het is natuurlijk ook kunststof, is zo lekker zacht. Maar deze gaat echt wel ruwer zijn. En ja, ik denk dat je dat ook wel ziet natuurlijk. Hè. Als ik... Kijk, het is ook een beetje blops en blips en blaps. De kleur is ook niet helemaal egaal, maar dat vind ik er ook wel tof aan. Wacht, hè. Ik zo kijk. Ja. Zo zie je mij ook wel mooi in beeld, hè. Ja. Zo. Dus, ja. Ik volg het patroon niet helemaal correct. Ik had een foutje gemaakt in het begin. En ik dacht, ik ga het gewoon ook zo laten. En eigenlijk vind ik het wel goed, omdat de trui, de wol zelf, al vrij druk is met die kleurschakeringen, is het toch... Ja, is hij ook niet te druk geworden van patroon. Dus vind ik dat wel een... Vind ik het wel fijn zo. Ik moet er eigenlijk heel de tijd naar kijken. Ik vind hem echt leuk geworden. En ik wil hem eigenlijk echt wel aandoen, al zal dat pas in het najaar zijn. Want nu is het toch te warm daarvoor. Het is niet zo heel warm, maar het is toch te warm. Ik ga toch nog even mijn kat achter haar voeten geven. Zo, daar is Luna de kat. Kom hier, hè. Zeg eens dag aan de mensen. Hè? Ja, maar kom dan met je gezicht erop staan. Daar is het, hè. Ze wordt een beetje overbelicht. Zo. Dus, Luna, de kat, zit nu naast mij. Ze heeft het een beetje moeilijk, denk ik. Maar ik zie nu dat mijn... Wacht, hè. Kan je die... Ja. Zo, jullie staan terug recht. Zo.
Maar als ze zo wat geïrriteerd is, dan moeten we een beetje oppassen, want ze durft al wel eens haar tanden in een lichaamsdeel van een mens te zetten. En ook haar nagels wel een keertje. En dat is niet zo leuk. Dus we zullen zien wat er van komt. Jullie zien lekker haar staart. Ik ga kijken of ik ze nog eens... Ja, mijn camera staat net te hoog. Zo, oké. Internet zo van de kat. Hopelijk gaat ze nu niet meer krabben. En gaat ze gewoon... Ah, ze komt zelfs op mijn schoot. Gebeurt niet zo vaak. Moeten we wel een beetje opletten. Want... ja, ze durft al wel eens bijten. Het is niet zo'n lieve knuffelkat. Ze is wel lief en ze knuffelt wel, maar op haar voorwaarden. En op zich is dat misschien ook niet... Kan je nog een beetje opschuiven? Op zich is dat ook niet zo erg natuurlijk. Hè. Zo. En ze is vooral... een beetje geobsedeerd door handen. Dus ze is nu heel erg naar mijn hand aan het kijken. En dat vind ik niet fijn. Kom, ups. Ja. Dat dus. Dat doet ze dan met mijn hand. Maar nu is ze met Fly weg. Oeps. Was ook niet de bedoeling. Oké. Intermezzo van de kat. Oké, volgende. Waar ben ik nog aan bezig geweest? Ik weet eigenlijk niet juist of ik... of ik er al mee begonnen was vorige keer. Ik weet het niet. Maar ik ben met de Pine Creek Top bezig van Samantha Gering, ik heb geen idee hoe ik haar naam moet uitspreken. En ik ben dat aan het breien in het garen van Dutch Wool Diva, van Agnes van Dutch Wool Diva, dat ik heb gekocht op de Knit & Knot in een hele mooie paarse kleur, lila paars, met wat oranje-achtige en gele stippen in. Zien of ik het wat kan laten zien. Ja, hier zie je wel een beetje zo wat rood-oranje-achtig. En geel. Ja, geel zit er ook mee bij. Wel, ook bij in. Ik wilde eigenlijk rustig mijn tijd pakken en een goed filmpje maken. En ondertussen is het weer verzand in chaos. It's my middle name. Dus mijn excuses daarvoor. En ik heb ondertussen ben ik met de lace yoke bezig. Ik ben al best ver. En ik vind het eigenlijk ook echt een heel mooi patroontje worden. Kijk. Zo laten zien. Het is eigenlijk echt mooi. De stof is super, super zacht. Echt heerlijk, heerlijk zacht. Ja, ik probeer... ik ben eigenlijk aan het proberen om zo'n thumbnail te forceren. De stof is echt super, super zacht. Super, super soepel. Het is merino en katoen. Ik weet even niet juist de mix. Maar ja, ik vind het heel mooi. En ik vind het ook... Het is ook een hele mooie kleur voor mij. Dat is echt een kleur die wel werkt. Samen met het donkergroen trouwens dat ik aan heb, vind ik dit echt heel mooi geworden. En omdat er zo wat schakeringen in zitten, ja, is het ook echt wel heel levendig qua kleur. Ja, ik vind dit echt mooi. En ik ben er goed aan het doorbreien, want ik wil het eigenlijk deze zomer toch wel... zien dat ik het aan kan. Dus het is lace. En een beetje lace breien af en toe is natuurlijk heel plezant. Net zoals kabels af en toe breien ook wel leuk is. Maar het hoeft voor mij ook niet per se altijd lace of altijd kabels.
Ah, en dat is waar. Ik wou nog vertellen. Ik was het eigenlijk vergeten. Met mijn ginger sweater. Ik had dat nu nog nooit voor gehad. Ik weet nog altijd niet hoe dat ik het heb gedaan. Maar kom, het was alleszins zo. Op een gegeven moment moet je bij een trui splitsen voor de mouwen. En als je dat gedaan hebt, dan moet je een eerste ronde moet je steken bij opnemen om eigenlijk ruimte te maken voor, ja, voor je arm. Want als je dat zo zou doen, hier direct zou beginnen breien, dan wordt dat veel te krap. Dus je moet een aantal steken opzetten, zo, om een beetje extra ruimte te maken. Nu had ik dat gedaan. En wat was er nu gebeurd? Om de een of de andere reden, manier, ik weet nog altijd niet hoe ik het heb gedaan, had ik dat gedraaid, zat er een twist in ineens. Er zat geen twist in. Voor ik mijn mouwen splitste en steken opzette, en er zat een twist in nadat ik mijn mouwen had gesplitst en steken had opgezet. Hoe dan? Hoe kan dat? Ik weet het nog altijd niet. Maar alleszins, er zat een twist in. Ja, ik kon twee dingen doen. Het proberen te fixen. Of, ja, ik had toch al wel een rij of 5, 6 gebreid uithalen en opnieuw doen. Daar had ik geen zin in. En ik dacht, ik ga proberen te fixen. Als het niet lukt, kan ik het nog altijd uithalen en nog altijd opnieuw maken. En ik heb het gefixt. Ik heb eigenlijk... maar dat kan alleen met dit garen natuurlijk, omdat het non-superwash is. Ik spin het zelf. Met superwash garen zou dat niet lukken, wat ik gedaan heb. Ik heb die steken uitgehaald, waar dat de draai zat. Eigenlijk die opgenomen steken. Deze. Dat aantal heb ik uitgehaald, die 5 rijen. Ik heb die draden doorgeknipt. Ja, ja. Niet de opzet. In de eerste rij ook niet, denk ik. Ik heb die draden doorgeknipt en ik heb die op de juiste manier terug aan elkaar gezet. Hoe doe je dat? Ja, je doet een beetje... Je doet je randjes een beetje open. Je overlapt die een beetje. En dan heb je zo wat frennetjes zo. Je overlapt die wat. Je maakt een beetje nat met wat speeksel. En dan gaat je dat heel hard tussen je handen wrijven. Je maakt eventueel nog een beetje extra nat. Je kunt het ook met gewoon water uit een glas doen of zo. Hè? Maar eigenlijk is speeksel wel ideaal. Omdat zo'n beetje dikker dan water. Oh, smakelijk. En dan gaat je dat heel hard wrijven. En dan vervult je draadjes een beetje. En klikt die helemaal terug in elkaar. En je ziet daar niks meer van. Het is ook stevig. Je moet er dan altijd zo eens even aan trekken. Maar het is ook stevig. En ja, het ging eigenlijk veel sneller om het te fixen. Ik kan nu zelfs, denk ik, niet meer zien. Nee, ik weet niet meer bij welke mouw het was. Maar het was alleszins bij 1 armschat. Dat dus gewoon mijn steken gedraaid zaten. Allee, in een mouw. Ik heb het echt nog nooit gehad. Ik heb nu nog niet zo heel veel truien gebreid. Maar toch, ik vond het toch straf eigenlijk. Speciaal. Ik zeg het eerlijk. Ik vond het speciaal. Dus, dat was nog over de trui. Mijn Pine Creek top. En dan heb ik eigenlijk nog 1 breiwerkje waar ik best veel aan gebreid heb. En dat is de... Oh, ik krijg daar jeuk van. Ik weet eigenlijk niet of ik het ooit ga dragen. Maar we zullen zien. Ik had toch die witte en rode bolletjes gekregen. En ik dacht, wat kan ik daar nu mee doen? En ik ben gaan beginnen scrollen op Ravelry en wat dingen. Maar ja, ik ben niet van de smalste. Dus voor de meeste t-shirtjes had ik te weinig garen. Maar toen kwam ik de Sailor Swift top van Kuto Vakika van Veronica Lindberg tegen. Een superschattig topje of t-shirtje zonder mouwen. En ik dacht, dat is wel een toffe. Die was ook in streepjes. En ik dacht ook, ik denk dat ik daar ook voor mijn maat wel genoeg garen voor heb. Dus ik proeflapjes breien, ja, naald gekozen. Oké, ik ben eraan begonnen. Ik zal hem anders al eens laten zien. Hè.
deze is het. Ik ben eraan begonnen en hij was veel te groot. Maar echt veel te groot. Dus heb ik een kleiner maatje gebreid. Ik weet niet meer, ik denk dat ik nu maat 3 brei. Dus ik heb een kleiner maatje gekozen. Ik heb ook een kleinere naald, want eerst was mijn naald ook veel te groot. Ik had een proeflapje gebreid, maar ja, kijk. Waarschijnlijk had ik toch niet een groot genoeg gebreid. Ik ben zo nogal zuinig als het over proeflapjes gaat. Dus zuinig niet. Nu, op de foto's... Deze is hem trouwens, wat ik al gemaakt heb. Dus je ziet, ik heb toch redelijk wat gebreid daaraan. Maar op de foto's zit die hals vrij hoog. En in de winter vind ik dat fijn, want dat is lekker warm. Het is geen winter, hè? Het is juni. Het is juni, echt waar, het is juni. Maar ik heb liever een iets, zeker voor topjes, een iets lagere halslijn. Dus ik dacht, ik ga die bandjes, ga ik want hij komt hem vanachter, komt hem wel hoog, dat vind ik niet zo erg. En van voor gaat hem iets lager komen. Ik hoop nu ook wel dat hem niet te laag komt. Maar er komt nog een randje aan, dus. Maar ik dacht, ik ga daar zo'n repeatje extra inzetten. Dat heb ik gedaan. Alleen had ik er niet aan gedacht dat je dan natuurlijk ook de armsgaten groter maakt. Ik heb het patroon gevolgd. Maar zoals jullie zien, is het armsgat echt gigantisch. Het komt ook, ja, hè, je hebt uw arm en dan waar uw BH zit. En het komt eigenlijk tot onder mijn BH. En ja, op zich, als je dat nu over een bikini of zo draagt, is dat nu niet zo'n drama. Ik vind dat nu sowieso niet zo'n super drama. Al vind ik het wel mooier als toch de armsgat een beetje meer gesloten gaat zijn. Dus wat is nu mijn plan? En ik denk dat dat wel gaat lukken. Ik ga hier, hè, dat is het armsgat, ik ga bij het armsgat hier gewoon nog een aantal rijen tussen breien. Zou dat niet lukken? Ja, hè? Ik denk dat dat kan. Waardoor het toch, ik denk dat ik nog, nog 2 herhalingen, hè, dus nog zo'n stukje er ga tussen breien. Nee, de witte niet, want het moet eigenlijk tot op het rode. Hoe ga ik dat doen? Ik ga hier beneden steken opnemen in het wit. En dan heen en weer, breien. Ja. Ik denk dat dat wel goed komt. Het enige wat je dan misschien wel wat gaat zien, is omdat je de draden niet afknipt, zit hier natuurlijk het feit dat je die draad meeneemt. Maar misschien kan ik wel, als ik de steken opneem aan die kant, die draad er nog mee tussen proppen. Ik denk dat dat wel moet lukken. Nu, ik ga sowieso eerst heel de top afbreien. Ik moet nog... 1, 2, 3, 4... Ja, ik denk een 8 herhalingen en dan nog een boordje. Het is maar een heel klein boordje, maar ik ga de boord denk ik wel een beetje langer maken. Ik wil ook dat topje lang genoeg is. Dat het voor mij de juiste lengte heeft. Het enige is, het is heel licht. Het is echt super licht. Het is vederlicht, maar het pluist enorm. Er zit ook mohair in dit draadje. Ik ga nog eens even kijken. Ik heb hem hier liggen. De samenstelling is 70% angora en 30% lamswol. Dus er zit geen mohair in, maar het is angora. Dus het pluist enorm. Overal waar je met dat t-shirtje aankomt, hangen pluisjes. Maar het is wel heel zacht en heel licht. Ik ben ook alleen aan het denken, misschien is het ook gewoon te warm voor in de zomer. Wie weet. We zullen het zien. Ik vind het wel heel grappig. Maar ik weet ook niet of dat rood nu per se mijn kleur is. Niet echt, hè. Niet per se, hè. Maar, kijk, je moet niet altijd dragen je moet niet altijd je kleuren dragen die je staan, denk ik dan. Nee, moet dat? Nee. Dus,
Maar ik weet het niet. Misschien ga ik het ook nooit dragen. We zullen het zien. Maar ik vind het nu wel leuk om te breien. Is rood mijn kleur? Het is wel zacht, maar het heeft ook iets prikkeligs. Ik weet het niet. Ik ben niet zo overtuigd van het garen. Maar je draagt het natuurlijk gewoon wel op je lijf. Hè? Wacht, als ik het op mijn lijf draag... Nee, op mijn lijf is het oké. Ik zou het niet als sjaal pakken. Nee. Ik denk niet dat ik het als sjaal fijn zou vinden. Maar op mijn lijf kan het prima. Ja. We zijn er eigenlijk een beetje. Ik heb op zich wel gehandwerkt, denk ik, de voorbije weken. Maar niet super, super veel. We hebben ook wel wat in het weekend te doen gehad. Meestal zijn zo zaterdag, zondag mijn echte turbo-breidagen. Maar we hadden andere dingen aan de hand. Gebeurt ook al eens, hè. Dus, goed. Ik ga jullie hierbij laten, denk ik, voor deze keer. Het is precies een beetje korter. Ik ga mijn gras afrijden. Moet ook al eens gebeuren. En dan ga ik een beetje breien nog, denk ik. Dus. Het is droog. Ik ga mijn gras afrijden. Of toch een stuk. We hebben niet een super grote tuin. In die zin, we hebben een degelijke stadstuin. Maar, hij is nu een beetje ontploft eigenlijk. Dat is met dat weer. Niet te koud en nat en heel af en toe is zon en dan ontploft uw tuin. Hè. En dan weinig tijd. Of geen zin, kan ook. Dus ik ga jullie laten, ik ga mijn gras afrijden. En ik zie jullie binnenkort nog wel een keertje terug. Dag.